Beste vrienden van de PLC, deze clip maakt je wegwijs in het TiaPortal programma. TiaPortal is een krachtige software, daardoor kan het even duren voor hij opgeladen is. Of ook niet. TiaPortal start standaard op in de Portal View. Je kan switchen tussen de Portal en de Project View onderaan links. De Project View is de view die we het meest zullen gebruiken. Al wat je in de Portal View kan, kan je ook in de Project View. Zoals het aanmaken van een project. We switchen terug naar de Portal View en maken een nieuw project aan. We geven het project een originele naam. Belangrijk is dat je nadenkt waar je je project opslaat. Je bewaart je project best op een lokale schijf en niet in de cloud. We zien later een manier om projecten te archiveren of zippen. Met de PC's van het labo hebben we een D-schijf gemaakt waar je een eigen map kan maken. Eenmaal je project aangemaakt, zie je in de balk bovenaan en onderaan de naam en locatie van je project.